Als je nog nooit van circulaire economie hebt gehoord, nog niet precies weet waar het over gaat, dan kan je afvragen, ja, wat moet ik ermee? Het idee dat je een grondstof uit de grond haalt, in een product stopt en vervolgens als je het product niet meer nodig hebt weggooit, is natuurlijk heel erg irrationeel. Aan de andere kant, zo hebben we onze economie wel ingericht. Dus je moet echt, we zijn zo geconditioneerd, dus je moet dingen op een hele andere manier gaan doen. Wat een groot nadeel is, is dat materiaal is relatief goedkoop en arbeid is relatief duur. Dus als jij een product terug moet gaan halen, je moet de logistieke cyclus moet je inrichten, je moet dat product uit elkaar gaan halen. Zeker als dat niet ontworpen is om dat op een hele handige manier uit elkaar te halen, dan kan dat heel vaak moeizaam uit. Dus daarom moeten we ook zaken anders gaan inrichten. De logistiek moet grootschalig reversed worden ingericht. Producten moeten anders ontworpen worden, waardoor dat je de grondstoffen makkelijker terug kan winnen. Dus er zijn nog wel wat uitdagingen, maar de logica is totaal aanwezig. Wij hebben inmiddels meer dan 500 bedrijven in Nederland begeleid. En heel veel bedrijven zijn nu bezig en komen ook met concepten die hun business versterken. En eigenlijk voor bijna elk bedrijf zijn er kansen die voortkomen uit de circulaire economie. En er zijn ook heel veel businessmodellen waarmee je het voor jouw bedrijf relevant kan maken. Wat je bij Circo kan doen, je kan in principe in 3 dagen kan je dat voor je eigen bedrijf in beeld brengen. Wat kan circulaire economie mij brengen? Hoe kan ik daar business uit creëren? Bedrijven komen met uiteenlopende motivaties binnen. Nou, je kan gewoon het idee hebben, ik wil graag een bijdrage leveren aan het beter achterlaten van deze planeet. Dat zijn best wel veel bedrijven. Het kan ook zijn dat je met grondstofschaarste wordt geconfronteerd. Dat je denkt, ik moet grondstoffen gaan vervangen. Het kan zijn dat je al heel lang aan het concurreren bent en op kosten concurrentie er eigenlijk niet meer aan kan. En denkt van, nou, ik kan misschien wel beter met services aan de gang gaan, wat heel erg onderdeel is van circulaire economie. Het kan zijn dat de overheid in jouw productcategorie circulair gaat inkopen, wat bijvoorbeeld heel veel in meubilair gebeurt of in de bouw. Dat zijn in ieder geval al heel veel redenen waarom je denkt, ik moet mijn business anders gaan inrichten. En dan is circulair eigenlijk een innovatiebril die je opzet waarmee je tot nieuwe concepten komt die jouw concurrentievermogen vergroten.